Panasonic heeft de nieuwe Lumix S5 II aangekondigd. Dat is de opvolger van een all-round full-frame systeemcamera van ze. Ik weet er niks vanaf, maar jij, Michelle, was bij het preview event. Klopt, ja. Ja, ik was uitgenodigd door Panasonic en ik mocht naar Valencia om daar met een hele groep andere journalisten de eerste test te doen eigenlijk van het preview model van de Panasonic S5 II. Oké, okay. Nou dan om eerst maar te beginnen met de S5. Dat was al een soort van toegankelijk model voor een allround fotovideograaf. Ook wel redelijk scherp geprijsd, hè? Onder de €2000 sowieso. En de laatste tijd al wat lager. Nu komt er een nieuw model. Wat zijn de belangrijkste nieuwe kenmerken sowieso van de S5 Mark II? De grootste nieuwe kenmerken is eigenlijk de verbeterde autofocus en de verbeterde beeldstabilisatie. Die twee dingen zijn vanaf de S5 ontzettend verbeterd. Namelijk de autofocus is in plaats van een contrast autofocus, is het nu een fasedetectie autofocus. En dat noemen ze Phase Hybrid Autofocus. Maar het is eindelijk fasedetectie, want dat is een van de grootste dingen waar vooral ook videografen tegenaan liepen. Panasonic had altijd het DFD-systeem, het Depth by Defocus systeem. Ja. Waarbij ze een contrastlijn pakken in een beeld en dan kijken wanneer die lijn op zijn scherpst is. En dat is dan hoe ze scherp stellen. En nu eindelijk doen ze dat met fasedetectie. Maar die contrastdetectie, dat was nooit vlekkeloos. Dat was nooit feilloos in ieder geval. Ook zeker niet tijdens het fotograferen. Ja, en ook zeker niet in het donker. Als je weinig contrast hebt, dan is dat een uitdaging voor de camera geweest. Voor veel mensen was dat toch een belangrijk punt om wel of niet voor de Lumix camera's te kiezen. Het was niet betrouwbaar. Dus je kon er niet van op uitgaan. Dus stel nou dat je een camera neerzet en jezelf filmt, een vlogger, of je bent op pad en je moet zelf alles bedienen, terwijl je dus ook content aan het maken bent en aan het presenteren bijvoorbeeld. Je kon niet vertrouwen op de autofocus uit de camera. Die kon ineens iets anders doen of iets geks zien of het licht kon veranderen en dan kon die het niet meer vinden. Ja. Is dat nu eindelijk verbeterd? Van hoe ik hem heb kunnen testen in het preview model wel. Je kan heel goed zien waar die op scherp stelt. Je kunt ook gewoon zeggen van nou, ik wil een persoon scherp stellen of ik wil een oog scherp stellen of ik wil op een dier scherp stellen. Dus die mogelijkheden zitten er allemaal in. En daarnaast kun je ook, als je eenmaal scherp hebt gesteld op een persoon, dan kun je ook gewoon die persoon lokken. Dus stel je voor iemand anders komt in beeld staan, dan blijft de focus op jou. En voor hoe ik het heb ervaren, werkt dat wel goed. Ik heb het in buiten en binnen kunnen testen. Ook onder omstandigheden dat ik dus dingen in de voorgrond plaats en een beetje die camera aan het plagen ben van hey, blijf je goed op het onderwerp focussen? En dat deed hij redelijk goed, ja. Oké, en weet je iets meer te vertellen over die fasedetectie? Dus hoeveel punten heeft hij? Wat details, zeg maar? Ja, hij heeft 779 punten. Dus, oh ja. En dat is een verbetering ten opzichte van de vorige. Die had 225 focuspunten. Ja. En dat was natuurlijk contrast en depth by defocus. Ja. Dat is weer een ander systeem. Ja, en ik ben benieuwd zeg maar, of dat voor foto en video dus een groot verschil gaat maken. Ik vond contrast autofocus voor fotografie, dat ging wel in de meeste gevallen. Omdat je eigenlijk maar één keer scherp hoeft te stellen, dan maak je de foto en dan is het klaar. Mm-hmm. En bij video is hij constant aan het zoeken natuurlijk. Ja. Dus daar ben ik wel heel benieuwd. Zeker omdat de concurrentie nu al vrij hoog is op dat gebied. Dus Sony had al met de A7 III een heel betrouwbaar autofocus systeem. Ja. En dat is al van een paar jaar terug. Zeker. Dus dat dit nu geïntroduceerd is, dat is voor Panasonic een grote stap. Ja, tijdens de presentatie waren ze ook helemaal van, we did it. Ze waren er echt heel trots op. En je merkt ook gewoon dat bij het testen merk je ook gewoon dat het redelijk snel is, ook met het zoeken. En ook als je inderdaad gewoon je focuspunt hebt gezet, dan blijft hij daar ook gewoon bij. Oké. Okay. Autofocus is één ding. Wat zijn andere dingen in de camera? Iets anders dat vernieuwd is, is de beeldstabilisatie. Naast dat deze camera vijfassige beeldstabilisatie heeft, heeft hij ook iets, en dat hebben ze nieuw bedacht, dat heet Active IS. Dat is Active Interne Stabilisatie eigenlijk. En dat betekent dat hij
constant eigenlijk probeert het beeld recht te zetten. En ik merk dat bij fotografie. Ik heb bijvoorbeeld uit de hand geprobeerd om een fontein te fotograferen met een lange sluitertijd richting schemer. Toen werkte dat redelijk goed. Ik kon zelfs op een lange brandpuntsafstand nog redelijk goed de camera stabiel houden dat het een scherp beeld wordt. Daar heb ik ook een paar voorbeelden van. Maar hij gaat wel een beetje iets geks doen als je de videostand daarmee ook aanzet. Omdat hij dus dan constant eigenlijk het beeld recht wil houden. Maar dan gaat hij dus elke keer het beeld een beetje verspringen. Dus het is geen smooth beweging, maar het is echt hak op de tak. Is dat dan iets wat een beetje lijkt op warp stabilizer? Is het softwarematig? Klein beetje, ja. Het voelt wel een beetje zo. Maar het is, je ziet dat het beeld inderdaad een beetje warpt aan de zijkanten. Ja. Maar daarnaast gaat hij ook gewoon, hij probeert hem recht te houden. Maar als de camera toch zo gaat, dan verspringt hij de hele tijd. Het is nog steeds een 24 megapixel sensor. Dat is niet veranderd. Oké. En de snelheid van de camera? Bijvoorbeeld maakt hij meer foto's per seconde? In de burstmodus kan deze camera ook meer beelden per seconde maken als je de elektronische sluiter gebruikt. Dus in de vorige camera hadden ze het gelijk getrokken tussen de mechanische en de elektronische sluiter. Maar nu heb je het verschil tussen met de mechanische sluiter is het met continuous autofocus is het 7 frames per seconde. En bij de electronic is het 30 frames per seconde. 7 blijft dus bij die mechanische sluiter wel hetzelfde? Ja, maar bij de elektronische sluiter hebben ze het dus losgetrokken eigenlijk. En die kan 30 beelden per seconde. In continuous autofocus en ook single autofocus. Mm-hmm. En is het dan ook nog zo dat daar veel rolling shutter op speelt? Of valt dat mee als je dat bij snelheid test? Dat heb ik nog niet kunnen testen. Ik heb niet echt een situatie gehad waarin ik het goed kon testen. Toen ik het aan het testen was, was het ook buiten aan het regenen. En ik heb maar een paar uurtjes de tijd gehad om hem echt in handen te nemen. Dus ik hoop dat ik ook bij de volgende test, als ik echt een exemplaar, niet een review exemplaar, maar gewoon het fabrieksmodel eigenlijk in handen krijg, dat ik er nog meer kan testen. En dan kan ik ook eventjes de beeldstabilisatie bij video en foto nog beter onder handen nemen. Maar ook inderdaad dus dingen als de snelheid van de sensor. Ja, want het kan zijn dat ook die Active IS, dat dat nog een beetje zoekende is in de prototype van... Misschien, ja, dat zou kunnen. Werkt het wel of niet? Ja. Ja, en ik kan me goed voorstellen dat als jij video's maakt waarbij je gewoon een goed stabiel beeld wil hebben en je houdt de camera gewoon op één plek, prima, niks aan de hand, dan werkt het waarschijnlijk heel goed. Maar voor hoe ik het heb getest, zeker met dynamische beelden, veel beweging in de beelden, werkte dat op mijn toestel niet heel goed. Is er nog iets veranderd? Weet je dat aan de ISO-waarde van de camera? Hebben we nog een dual native ISO? Is daar nog iets in? Ja, er zit ook weer, zoals we dat noemen, de dual native zit weer in de camera. In de S5 was dat auto. Mm-hmm. Ja, dus dan pakte hij dat zelf op. Dus je kon gewoon instellen en dan pakte hij de beste instelling voor waar je zit. Ja, en nu heb je daar nog een verschil in. Je hebt dus auto en je hebt low en je hebt high. Dus dan kun je waarschijnlijk zelf instellen van, hey, ik wil een lage ISO, maar pak de dual native. Maar dat heb ik zelf ook nog niet kunnen testen. Oké. Zijn er andere dingen die opvallen aan de camera ten opzichte van zijn voorganger? Nou, qua model is het ongeveer hetzelfde. Je hebt nog steeds de rode elementen. Je hebt nog steeds de opnameknop bovenin. Maar je hebt nu wel een volledige HDMI-poort erin zitten. Ja. Dat was, nou ja, voor sommigen is dat een voordeel. En de body, ja, volgens mij is die even groot. Of misschien dan net ietsje groter dan deze. En ook het scherm is hetzelfde. Een volledig uitklapbaar scherm, dat was wat mensen wilden. Ja. Dat zat al in de S5, dus nu, dat hebben ze gewoon gehouden. Wel dus een volle HDMI-poort voor filmers. Ja. Dat is wel een belangrijke toevoeging, denk ik, voor heel veel die of die GH5 bijvoorbeeld nog overwegen vanwege die poort, of deze. Maar het is allemaal wel videogericht. En dus de snelheid en de autofocus, dat lijken de fotografie-features te zijn die hier echt bij zijn gekomen. Ja en de actieve beeldstabilisatie werkt dus wel goed mee als je ook echt aan het fotograferen bent. Ja, dat zouden we eigenlijk eens moeten testen naast de gewone Zeker, S5. Ja. Dus dat we er een keer foto's mee gaan maken en kijken hoe ver we nog uit de hand kunnen fotograferen met de nieuwe vorm.
Ja, dat is iets wat ik nog wel wil testen. En ook inderdaad of het, wat het verschil is als ik video beeld schiet wat dynamisch of bewegend beeld is. Dat het zonder de Active IS en met Active IS, dat ik het echt het verschil kan zien. In ieder geval, de autofocus is een mooie verbetering. En ik denk dat dat een reden is voor mensen om te denken, moet ik toch de S5 Mark II dan daarvoor nemen? Dus ik ben heel benieuwd hoe die uit de test komt. Maar wat is de prijs van de nieuwe camera? De body die is geprijsd op €2199. Oké, okay. Dus dat is vergelijkbaar dan zoals toen de S5 werd geïntroduceerd. Ja. Maar die S5 is nu wel een stuk goedkoper geworden inmiddels. Ja. Ja, maar het is natuurlijk wel zo dat mocht je het belangrijk vinden dat de autofocus goed zit, zeg maar. Als je alleen maar manual focust, dan maakt het misschien niet zo heel veel uit om een upgrade te doen. Maar wil je wel graag een verbeterde autofocus, is dat belangrijk voor jou, dan zou ik zeker deze overwegen. Oké. Okay. Ja, interessant. Ja, kijk, we moeten natuurlijk nog even de test afwachten. Er zijn altijd nog een paar andere dingen waar we geïnteresseerd in zijn. Ja. Accu duur, weet je, is daar iets in veranderd of niet? Ook door die nieuwe mogelijkheden. De kwaliteit van de foto's zelf, hoe komen die eruit rollen? Ik ben ook nog wel stiekem benieuwd als er waarschijnlijk toch een nieuwe processor in zit. Ja. Dan zal die toch iets anders met die foto's gaan doen, denk ik. Nou, dan moeten we denk ik nog eventjes de review afwachten voor het echte oordeel. Ja. Die komt binnenkort in Zoom. Zeker, ja. Ik ben benieuwd. Ja, dus blijf ons volgen om de review van Michelle te zien. Vond je dit een leuke video? Doe even een duimpje omhoog. Abonneer je op het kanaal. En tot de volgende keer. Wil je meer leren over fotografie? Volg dan onze content en abonneer op het kanaal.